In de vorige video heb ik het interieur van het station afgewerkt, het gebied er rond gedecoreerd en begon met de bevolking van Tarkas. In deze aflevering laten we Tarkas terzijde en keren we terug naar Spaan, waar we een draaiend huis gaan maken. Onlangs ben ik naar Bellewaerde gegaan, waar ik mijn inspiratie haalde van het huis van Houdini. En met dat het donderdag Halloween was, dacht ik dat dit de perfecte video was voor vandaag op te laden. Dus laten we beginnen met plaatsen maken voor het gebouw. De bomen zijn opgeruimd en ik heb ook al een layout neergeplaatst van het gebouw. Achterin is de ingang waar je een video krijgt met korte informatie over het gebouw. En dat loopt dan door in het middenste gebouw, wat dan de attractie is. Waar dat je denkt dat je over kop gaat, maar eigenlijk is het niet zo. En als de attractie dan klaar is, kom je via hier naar buiten. Voor de buitenkant heb ik al een design in gedachten. Als dat gedaan is, zien we wel hoe we de binnenkant erin krijgen. Oké. Dus we laten Tarkas niet helemaal achter en gaan onze bloks gaan halen. Voor de foundation gebruiken we deep slate. Voor de roof blackstone. We gaan de blackstone ook veranderen naar polished blackstone. En dan nog eens naar polished blackstone bricks. Ik heb ook dark oak nodig, maar ik heb niet zoveel. Dus we gaan iron pressen. Een stuk of drie. En dan met een andesite casing, een iron ingot en drie iron sheet maken we een mechanical saw. En dan met drie planks en een andesite alloy maken we een gentkrank. We gaan een klein tripje maken naar de Dark Oak Forest. En we zijn nature-friendly en gaan de bomen terugplanten. Alle bloks zijn verzameld, dus we gaan de foundation van het gebouw maken. We gebruiken de mason's table en cobble deep slate werkt niet. Oh, nee. En we keren weer terug naar Tarkas en steken onze mooie steentjes in de oven. En nu weer wachten, nee. Goed, het is nu gewoon deep slate geworden. En de deep slate veranderen we naar de massive deep slate. En dit komt drie hoog langs heel de buitenkant van het gebouw. En dat ziet er zo uit. Maar we gaan dat niet lang zien, want we gaan er fences voor plaatsen. Dit komt twee hoog. Hier bij de hoofdingang ga ik ook een dek maken. Die ga ik niet al te groot maken, gewoon drie breed. Dit helpt met de muur te breken, dat niet te plat is. De dark oak heb ik ook gestript, zodat iets zachter overkomt. En heel die rand ga ik ook op de fences deze dark oak plaatsen. En kan die skeleton me gerust laten. Dank u. We gaan mooie trapjes plaatsen richting de hoofdingang. Met een dek van spruce slabs. Niet dat je het verschil gaat zien. Het is wel goedkoper aan te maken. Ook al heb ik duizenden logs liggen. We nemen nu onze andesite. En in de mason table zoeken we de andesite bricks op. En die gaan we gebruiken voor de main building. Puur voor de corners. Het gaat een beetje als een trap naar boven, kan je zeggen. Dit is een beetje een Victorian style. Enkel gebruik ik deze style en maak ik het haunted-achtig. Niet dat Minecraft zo eng is, want we spelen geen Nightmare modpack. Dus de eerste corner is af. We gaan dat nu op iedere corner plaatsen. Met dat de pilaren in plaats zijn, gaan we eerst het dak erop plaatsen. Een rare keuze, we gaan één laag volledig met composters maken. Het geeft zo wel een extra tintje aan de build. Nu is het wel raar, maar het komt wel goed. Ja, het dak is half en half klaar. Als we van een afstand kijken, ziet dat er al best goed uit. Maar op de corners ga ik ook nog dure decoratie plaatsen. En daarmee bedoel ik anvils. Kijk hoe mooi al deze rijkdom. Woehoe. En op het dak komt dit dus ook. Ik plaats eerst anvils, dan blackstone walls. Allee, plaats hem. Ja. En daarop railing blackstone walls. Van Macaws, fences en walls. En we gaan eens kijken. Wauw! Prachtstuk. En ik heb nog snel een carpenter's table gemaakt.
En we gaan onze Dark Oak Planks veranderen naar deze variant. We gaan hiermee onze muur opvullen. Achterna voeg ik ook weer Dark Oak Logs toe. En Dark Oak Stairs, alsof het huis heel oud is. En dat er houten planken van vallen of zo. Het begint al vorm te krijgen. Prachtig. Ik ben happy. Maar goed, off-camera ga ik verder designen en ik kom bij jullie terug. Ja, mensen. Ik heb een muur gedesigned. En wanneer ik een keer omdraai en kijk wat er van gekomen is. Oh, dat is de map. Tadaa! Zoals je ziet, ik heb een tweede dek erbij. Daar gaat er een wachtrij komen. Ik heb ook ramen geplaatst. Daar heb je wel nog geen glowstone, omdat ik geen meer had. Ook de stairs helpen om een oude look te geven aan het gebouw. Maar goed, ik ga deze drie muren afwerken. En dan zie ik jullie zo terug. En het huis is afgewerkt. De buitenkant tenminste. En om maar te tonen, deze kant vind ik echt het mooiste om naar te kijken. Ik heb ook het dak afgewerkt. Dat hadden jullie al gezien. Aan de voorkant heb ik hetzelfde gedaan. Ook zo'n overdakje. Twee ramen erboven. De zijkant ziet er zo uit. Best wel nice. Het enige minpunt is de achterkant. Waar je maar twee miserige kleine raampjes hebt. Ik denk dat het tijd wordt dat we eindelijk het draaiende huis maken. Daarvoor heb ik deze layout. Dit wordt de vaste muur. Wordt de muur van deze kamer ook. En dan deze rij met bloks. Wordt de muur van de kamer die draait. Ik heb hier aan mijn linkerzijde vier bloks die ik nodig heb voor het huis zelf te maken. We gaan dat eerst doen. En daarna gaan we het platform waar dat de mensen op kunnen zitten maken. Ik heb geen idee als dat de juiste manier is om te doen. Maar we doen het daarmee. Oké? Goed, ik heb mijn materialen gaan halen. Waaronder mijn sequence gearshift, mechanical bearing, een paar leemstiffen en shafts. Auw. Ah. Ook heb ik mijn bloks voor de bult al. Waaronder de hexagonal black glazed terracotta. Kan het nog moeilijker? We gaan beginnen met een shell van stone te maken. Zodat ik de volledige binnenmuren makkelijk kan invullen. De deur komt op die blok en we moeten daarvan 5 bloks naar beneden werken. Dus dit is 1, dat is 2, 3, 4 en 5. En we gaan dat allemaal weghalen over heel deze kamer. Een paar internet issues later en de cirkel is klaar aan deze kant. Eerder een ovaal zou ik zeggen, maar we gaan het nog eens maken aan deze kant. De vloer zelf heb ik al gemaakt. En van deze blok gaan we nog 8 omhoog. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En dan een tijdelijke blok voor deze te kunnen plaatsen. Dan nog eens 2. Nogmaals 2. En dan in het midden is het 5 blokken breed. Dit kopiëren we nu ook aan deze kant. En dat ziet er nu zo uit. We gaan nu beginnen met de vloer af te werken met checkered sandstone tiles. Vind ik best bijpassend bij zo'n huis. Nu, het belangrijkste van al is deze leemstift. Want zonder deze leemstift kunnen wij heel dit huis niet doen draaien. Daarvoor heb ik ook de steen in plaats voor iedere zijde te kunnen connecten met elkaar. En als ik zo kijk naar de durability, gaat dit langer mee dan verwacht. De afstand dat die leemstift ook kan is echt ook enorm, zolang het connected is met elkaar. En voor deze muur gebruik ik de hexagonal black glazed terracotta. Hoi. Hey, dat design is niet correct. Wat? Oh my god. Je kan zien dat het design niet klopt van deze blok. Het is verkeerd met 1 pixel. Wat? En zo krijg je een rare figuur die een beetje verkleind is. Oké, daar mag ik dus ook op letten. Ik moet hier een gat door de muur maken om een redstone signaal te laten doorgaan. Maar daar vertel ik straks meer over waarom ik een redstone signaal nodig heb. Aan de zijde van de ingang is de muur nu ook deeltelijks afgewerkt. En we gaan beginnen met de contraption voor het te laten draaien. Daarvoor plaatsen we hier een mechanical bearing, maar wel omgekeerd. Met een vertical gearbox, waar de shafts dan naar beneden toe lopen. We gaan de gearshift instellen, turn 360 graden naar de ene kant. Dan delayen we het met 2 seconden. Dan gaan we het weer laten draaien, maar deze keer de andere kant op, weer 360 graden. En dan is dat het einde van deze gearshift. En wacht hij tot de volgende impuls. Tijdelijk gaan we deze button plaatsen en normaal als alles goed is alles dat ik tot nu toe gemaakt heb aan elkaar vastgelijmd. We gaan dat eens testen.
Maar ja, ik heb geen power. Oh god. Ik ben ondertussen ook al bezig met de roof ervan. En dat doe ik ooit sanded sandstone. Het waterwiel is geplaatst, dus we gaan nu een tweede test doen. Moment van de waarheid. We gaan eens van de binnenkant kijken. En dat ziet er ook heel goed uit. Heel trippy ook. En zo te zien zijn alle blocks connected, dus ik heb goed gelijmd. Nu moet ik enkel nog het dak doen en de muren een beetje designen. Ja, ik heb een heel stuk verder gewerkt sinds de laatste clip en heel dat dak is afgewerkt. En alles hangt al aan elkaar vastgelijmd. Ik heb een trim gedaan tussen de glazed terracotta en de sanded sandstone die er best nice uitziet. Ik heb ook skulk toegevoegd in het plafond met ook een trim van spruce logs. En ik vind het er echt sick uitzien. Door de glowstone heb je wel de light glitch als het draait die erdoor komt. Nu dat de draaiende kamer af is, gaan we eerst de ingang en de uitgang afwerken voordat we het platform gaan plaatsen. Dit wordt een extra kamer voor service of zo. Dit ga ik niet designen. Maar ik kom alweer zo bij jullie terug. En ik ben er weer en heel het interieur is afgewerkt. En ik ga eens tonen wat ik dus gedaan heb. Dus als we komen op deze trap, zie je al direct hekketjes staan dat je mooi kan volgen tot als je bij de attractie bent of een fastpass of als je te bang bent, kan je nog weggaan. Oké, als we dan binnenkomen. Wauw, het is niet het beste dat ik ooit gedaan heb. Het is de eerste keer dat ik probeer spooky-achtig. Dus ik dacht, skulk veins zijn wel nice. Ik heb een paar skulls die je kan rondplaatsen. Pumpkins die rond te plaatsen zijn hier in oude boekshelf. En je hoort, jaha, onder deze vloer heb ik shriekers en skulk sensors geplaatst. Zodat je iets van horrorachtige sound effects hoort. Ik dacht in deze corner, ik kan een paar cogwheels plaatsen. Geen idee waarom. En hierbovenop staat dan ook een dragon head, omdat het kan. Als we dan weggaan van de attractie, komen we in een kleine kamer met een paar pompoenen. Nog eens een dragon head. Hier ook weer een paar pompoenen. Ik moet er nog een paar insteken. En dan zijn we weer buiten. Nu goed, de muren die draaien is in orde. Dan heb ik nog één laatste stap voor het draaiende huis af te werken. En dat is de zitplaatsen. En hier aan mijn linkerzijde heb ik een paar items klaargezet die ik nodig heb. Dus ik zal een trein gebruiken voor het platform waar we op zitten. Dus we gaan snel naar base gaan voor dat ook te maken. En we doen het in een timelapse formaat. Ja, we gaan een keer beginnen met het laatste gedeelte voor... Wat doe jij hier? Weg. Maar ik heb twee blokken die in het midden zijn, dus één van deze twee is goed. Aan deze zijde hebben we wel een midden en we plaatsen onze rail daar. Right-click daarop en dan zetten we hem hier bovenop. Aan de andere kant doen we precies hetzelfde. Deze blok moet ik tijdelijk wegdoen, anders wil de rail hem niet plaatsen. Maar ik mag ze gewoon weer terugplaatsen. Niet daar. Terugplaatsen. We gaan drie stationen op de rail plaatsen. Eentje hierboven. Dan een hier in het midden. Ongeveer hier, denk ik. Ja. Het gaat niet helemaal perfect zijn, maar oké. En dan aan de andere kant plaatsen we ook een station. We gaan ondertussen de train schedule maken voor deze rail. We gaan een action toevoegen. Travel to station. En we kiezen vooraan. Een delay time op 2 seconden. De volgende action wordt travel to achteraan. Ook met een delay van 2 seconden. En dit herhalen we nog eens. Dus vooraan en achteraan. En als laatste action zetten we midden. En die delay zetten we op minuten. En voorlopig zetten we hem op 1 minuut. Tegen het station in het midden plaatsen we een comparator. Want dit geeft een signaal als er een trein bij dit station staat. We willen dat hij het signaal heeft aan de sequence gear shift als de trein vertrekt. Dus gaan we hier een blok plaatsen met een redstone torch er tegen voor het te reversen. Hier buiten gaan we de trein maken. Want binnen kan ik geen train assemblen.
Omdat de rail misschien niet recht is, dat weten we niet. We plaatsen een traincasing op de rail. We plaatsen de seat er tegenaan met traincontrols aan beide kanten. Zorg ervoor dat het hout richting de seat is. We gaan dat ook connecten met glue. En test. En het werkt. Dus we gaan hier buiten nu het hele platform erop maken. Ik heb hier al een begin. Ik ga eens kijken om hem een beetje vooruit te plaatsen. En te kijken hoe hij uitkomt. Dus nu is hij bij station midden. En het gaat er zo uitzien. Als we eens vlug parcouren op dit cobblestone blokje, zie je het staat een beetje scheef. Maar dat kan ik niet verder oplossen. Uiteindelijk ga je nog altijd door de deuren kunnen. Dus we gaan verder werken aan het platform. En als het af is, zie ik jullie terug. Nog één laatste beetje lijm en dan is alles mooi vastgeplakt aan elkaar. En het is het moment van de waarheid om dit te testen. You are mine now. Oh, alsjeblieft, werk met deze trap in. Enkel nog een schedule in zijn handen geven. Ja, het werkt! Ja. Als we nu 1 minuut wachten, gaat enkel de vloer heen en weer gaan. En ik moet 1 redstone blokje toevoegen en dan is schild het gebouw eigenlijk afwerkt. 1 minuut duurt zo lang. Oh, perfect. Dit is echt prachtig. Nice. Het werkt. Bedankt voor bij deze gelegenheid samen te komen. Het was vooral niet geforceerd. Echt, hè. Je moest geen wat ik door dit. Ja. Graag gedaan. Hoe noemt de waypoint? Rotterdam? Rotterdam? Hoe noemt de waypoint? Station India. Kun je niet nachtmaken voor de full experience? Ah, maar jij is aan het ondergaan. Oh, je zwemt in de boom. Ik wist niet dat kon. Je zwemt in de boom. Ja, kijk naar jezelf. Zeg dan gewoon, je kruipt in de boom. Nee, wat je doet, je zwemanimatie. Je zweeft. Ah, ja, ik vlieg. Vlieg. Nee. Gast, weet je wat ik niet één kan? Dat deze soul lanterns licht afgeven van een normale lantern. Ja, dat is wel ambetant. De vrees schoner, moet ik zeggen. Het was gewoon. Massa, tellen bellen hoor, dieren. Maar hoe zeg? Het hangt wel nog geen bordjes rond, maar. Nou, moet ik nu weten waar ik moet gaan? Mij volgen. Oh, het is daar. Maar ja, gast. We hebben bezoekers. Maar wil je dat heel snel horen? Nee. Heel spannend. Oh. Of even van mijn sluizen. Ja, dat is mooi. Of even van mijn hoedje. Gast, je kunt er lekker een huis op bouwen. Wacht, dit is een XP-bolletje, dat wil ik. Ah, dat kan ook. Ik heb geen vuur. Heb je het gepakt? Ja. Ah, wie ligt hier begraven? Abraham Washington. Oh, kun je er ook? Wat is er hier? Dit heeft potentie om nog uitgebreid te worden. Ja, het heeft wel mooie potentie. Ja, nu... Is dat geluid? Dat zijn creatures die hieronder te bouwen. Dat is wel cool. Hoor je dat? Dat is een Enderman. Waarom is die boos? Ik weet niet. We hebben toch niet gekeken naar die kerel? Trouwens, we mogen naar binnen. Nee, daar niet. Dat is van staf, Jona. We hebben ook al een bezoeker die een beetje aan het juichen is. Oh, he's going crazy. Bro, ik weet nog, die attractie was berg. Die leuning ging eigenlijk tegen je been aan en mijn been zat altijd vast in, omdat mijn been te groot waren. En dat was ook zo geschenkt. Moet maar geen grote been in. Dat was altijd mijn angst, dat ik vast zat daartussen. Nu moet je geen angst meer hebben, want je mag op geen enkele attractie meer. Je bent te groot. Ja, man. Oh! Hey, dude, dat is wel nog cool eigenlijk. Ah, moet je spugen. Ja! Ik moet spugen. Kom nog een keer. Ja, jongen. Moeten we dat wachten? Hoe lang wachten, hè? Het is één minuut wachten, dus... Oké, ik vond het echt mooier. Ik vond de ride een 9,4 op 10. Nice. Je moet ingenieur worden. Waarom dat? Nou, enkel slimme mensen dit kunnen. Het is plots dag. Ah, mijn oom. Als we de hele nacht in die attractie gezeten. Holy shit. En daarmee zijn we bij het einde van de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat het weten door te liken, commenten en te subscriben. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Goodbye.